laten trekken. Dat is met de twee spannen zoveel mogelijk samen laten werken, zodat je niet één body meer belast dan de andere. Maar goed, het is ook wel een voordeel met enkel spannen. Als een paard niet wil, ja, dat wilt hij niet. En met een twee span kan je nog wel eens een keer het hulp hebben van je andere paard. Nou, Annika heeft op dit moment fijn door die in deze. Blijft kort langs het hout. En dat is belangrijk, dat je niet te veel meters maakt. Hoewel te kort ook weer niet, want dan zou ze zomaar een balletje kunnen vallen. En dan gaan we kijken hoe ze dadelijk hier door die hindernis heen gaan. Snelste tijd tot nu toe, 53-18. En dat moet volgens mij dadelijk nog wel sneller kunnen. Nou, Anne kunnen we net ietsjes langer over van een mooie prestatie hier op hindernis 1. Zesde tijd tot nu toe, 58.74. En in hindernis nummer 4, daar zien we Sally Anne Watkins. En zij gaat ook op weg naar de finish en rijdt daar een achtste tijd hindernis nummer 4.